Ik krijg heel vaak de vraag van, wat is nou de beste markt om in te beginnen? Wat zijn markten waar je in moet stappen waar heel veel geld in te verdienen valt? Mijn antwoord daarop is absoluut de markt waar jij passie voor hebt. Wat je tof vindt om te doen, waarvan je denkt van oké, hier wil ik elke dag mee bezig. Of het nou breien is, of paardrijden, of surfen, of internetmarketing, of persoonlijke ontwikkeling, of whatever. Zolang het jouw passie is, zolang jij het vet vindt om te doen, dat onderwerp, dan kun je er onbeperkt video's over maken, onbeperkt over bloggen, onbeperkt partners over vinden, onbeperkt op marketing verdoen, producten maken. Al die dingen kan als je passie hebt. Als je geen passie hebt, dan is het ongelooflijk moeilijk om elke dag je bed uit te stappen en voor ons bezig te gaan met een markt waar je helemaal geen interesse in hebt, wat je helemaal niet leuk vindt om te doen, waar je het irritant vindt om onderzoek te doen en al die dingen. Vind iets wat je vet vindt. Ik kijk naar mijn YouTube-kanaal, hoeveel video's ik heb gemaakt. En al die video's gaan over business, internetmarketing, stuk persoonlijke ontwikkeling. Dat zijn allemaal dingen die ik super vet vind om te doen. En dat kost mij geen energie. Kost me helemaal geen energie, omdat ik het vet vind om te doen. Ik ben nooit in deze markt gestapt omdat het gewoon goed geld verdienen is of wat dan ook. Het is gewoon puur omdat ik het gewoon vet vind om te doen. En als ik in een andere markt zou zitten, wat ik fantastisch zou vinden om te doen, zou ik daar ook groot in worden. Gewoon puur omdat het je enthousiasme is. Dus ja, wat zijn de goede markten? De markten waar je passie voor voelt.